Een hele goede morgen. Het is vandaag donderdag. Zoals je ziet ben ik al klaargemaakt. Ik ga jullie even mijn outfit laten showen voordat ik ga vertrekken. En dan ga ik met Nessie weg vandaag. Dat is een beetje de planning. Okay, op mijn lippen Fenty oorbellen van Paula. Ik ga het nog even nazoeken voor jullie hoe het merk precies heet. Ik heb een topje aan van de Zara en een tregging van de Zara. Is heel erg fijn. Ik ga wel een maatje M hiervan kopen. Het is een S. Het zit een beetje aan de strakke kant. Kijk, dat kan je zo zien. Maar hij zit wel gewoon chill op zich. Ik heb deze hakken eronder van Naked. Deze slangenring omgedaan. Om het match met mijn broek. Sneak on snake. Nou jongens, ben ik koud? Doe je arm omhoog. Ja? Koud? Het komt door de airco. Wij zitten inmiddels in de auto. We zijn wel vaak samen de laatste tijd, hè? Ja. Ja. Om je dan vroeg gisteren van zeden elkaar soms niet in ons had. Maar het valt eigenlijk best wel mee. Ja. Het valt echt bij ons heel erg mee. Wij kunnen heel lang met elkaar zijn, maar we hebben soms wel echt een break nodig. Van, wil je gewoon vandaag even uit huis gaan alsjeblieft. Doei. Zie ik je vanavond weer. In ieder geval, nieuwtje. Ik heb het nog niet verteld op mijn vlog. Oh, yes. Nessie staat op de foto met Maxima. Oh shit. Ja man. Moet ik het even uitleggen? Dus gisteren kreeg ik allemaal DM's van mensen van ja, je staat met Maxima op de foto. Ik denk, hè, ik heb haar nooit gezien. Ja. Hij stond het in de krant, want Maxima die ging Zuidpleintheater openen. Ja. En toen, op het perfecte moment, liep ze langs mijn poster en is er een foto van haar gemaakt. En nu staat mijn poster naast Maxima op het theatershow. Hoe cool is dat? Ik ga wel even hier even toevoegen voor jullie, dan kun je het zien. En voor de mensen die nog geen tickets hebben voor Theater Jalla, binnenkort salaris binnen. Kom ticket. Kom ticket, daar zijn we. Ja, tweede punt dat ik wil aankaarten in mijn vlog vandaag. Ik kreeg een haatreactie over dat ik te veel buiten eet met Nessie. Ik kan erop ingaan, maar het is gewoon... Maar ik zeg je eerlijk, hè? Het is gewoon wat het is. Jouw volgers hebben wel jouw bek, hè? Ja, man. Oh, zag je ze aanvallen? Wat praat je dit? Helemaal van die vrouwen zo. Wat praat je over Mirjam? Ik hoor het, hè? Ik kan al helemaal stuk gaan gewoon. Mirjam Army. Lees. Ik hou echt van dat soort vrouwen. Ik vind het zo cool. Maar los van dat, ja. Ik wou erop ingaan, maar aan de andere kant, het is wel waar. We eten echt veel buiten tegenwoordig. En normaal kook ik veel meer thuis. Het ligt echt een beetje soms aan een fase. Maar je zei gisteren toch nog van, ik heb geen zin meer om buiten te eten. Dat ja, ik want ik weet niet eens meer wat ik buiten wil eten. Ja. Ken je? Dat is het gewoon, je weet het gewoon niet meer. Ja. Derde punt dat ik wil aankaarten. Ik ben bijna jarig. Hallo. Nou, bijna jarig. In november ben ik jarig. Maar dat wil wel zeggen dat ik het nu alvast moet voorbereiden. Vandaag ga ik even alle voorbereidingen doen voor mijn birthday. Want ik wil een tripje doen met Nes. Dus ik moet het wel boeken. Even kijken wat ik precies wil doen en waar. Bla 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 bla. We gaan vandaag naar Louis Vuitton, want ik ben op zoek naar een tas, ook voor mijn birthday. Want ik vind deze tas echt helemaal geweldig. Ik ga hem absoluut niet wegdoen. Is wel op. Maar, nou ja, ik weet niet, ik vind het wel leuk. Ik wil een slag groter, omdat ik natuurlijk een vlogcamera heb. En ik heb gewoon heel veel spullen die ik in mijn tas doe. En ik wil gewoon een iets grotere tas, zodat ik gewoon alles erin kan proppen. Weet je, zoals vroeger ging je ook naar school. Ik nam mijn boeken nooit mee, maar ik nam wel een grote tas mee. Dan propte ik alles in. Zo'n tas wil ik, zeg maar. Zo'n Louis Vuitton rugtas. Ja, ik doe normaal. Wel echt zo'n lady bag, zeg maar. En dan gewoon slaggroot. Als dit gewoon slaggroot was, was ik echt gewoon happy. Dat ik gewoon alles erin kan douwen. That's it, dat was mijn speech. Tot straks. Oh ja, ik heb nog niet ontbeten vandaag. Huh? Ik heb nog niet ontbeten. Oh ja. Yes. Het wordt ook buiten eten. Wat gaan we in dan? Huh? Wat gaan we in? Wat gaan we in? In koekjes, vriend. Nee, ik ben alweer heel goed bezig met mijn dieet. Het gaat heel goed. Yes, yes, yes. Mijn eerste cheat day vanaf nu zal op mijn verjaardag zijn. Oh ja. Yes. Aangekomen bij de Bijenkorf. Ga jij doen? Oh, hij gaat een foto maken, jongens. Het is weer zover. Ik ga je even. Oh, oh. Ga je foto voorbij maken? Maar niet, ik heb een afspraak. Je hebt een afspraak. Oh yes. Oh yes, we zijn er. Oké, wij zijn net bij Louis Vuitton geweest. Ik heb een paar tassen gepast. Het is echt zo grappig, want op de website zijn sommige tassen echt zo anders of komen ze heel anders over qua formaat. Want ik ben natuurlijk een stuk kleiner dan de modellen. Dus ik ben echt blij dat ik ze allemaal heb gepast. En wij gaan nu even lekker eten ergens. Ik weet denk ik al welke tas ik wil, maar ik wil er nog even over nadenken. Wij zijn weer bij de Bijenkorf.
vanochtend even voor Cola Zero gegaan. Ik heb een bos paddenstoel. Lekker man. En ze gaan nu voor mij een visje grillen. Daar heb ik echt zin in. Ik laat je zo even zien. Ik denk het verschil tussen mijn cola en die van Nessie. Oh, ik moet daar een foto van maken. Hier zijn yours. Guys, verschil moet er zijn. Bos paddenstoel voor Mirjamma. Soepie. Het is trouwens wel echt heel lekker, moet ik zeggen. En voor de boy. Oh, de boy in de hoed. De boy. Leg eens uit wat voor pizza dit is. Ik heb een tonijnpizza genomen. Is het je ontbijt of je lunch? Het is mijn lunch. Of jouw avondeten. En mijn avondeten. Guys, dit is mijn vis. Vol met groenten. Heerlijk. Normaal gesproken maken ze dus dit met rijst. Maken ze dit. Maar ze hebben het voor mij speciaal gemaakt met extra groenten. Ik heb zelfs asperges. Oh yes. Oh mijn god jongens, we gaan jullie zoiets heel erg leuks laten zien. Oh my god. Oh mijn god jongens. Kijk één keer. Oh my god. Oh my god. Kijk. Ik ga natuurlijk een foto maken van Nessie met die poster. Want hij hangt nu in Rotterdam en Amsterdam als het goed is. Utrecht ook, toch? Nee, ja, Utrecht en Amsterdam. Oh, alleen hier. Kijk hoe cool dit is! Kijk eens, jongens. We hebben heel Rotterdam doorgereden op zoek naar deze posters van hem. We hebben er maar twee gevonden. Als jullie hem vinden, alsjeblieft stuur een foto naar mij. Ja, echt leuk. Als het nog online, als het er nog staan, hè, want het staan maar een weekje. Week, ja. Misschien net. In ieder geval, wij gaan weg. En Jezus. Doe normaal. Helemaal. Sorry. Ik had die naar lastig van. Dus gekomen en toen ben ik eigenlijk gelijk aan het werk gegaan. Ik ben net klaar met werken. Ik moest eigenlijk nog een video opnemen. Misschien ga ik het straks doen, want ik wil even eerst douchen. En ze heeft even Cola Zero voor mij gehaald voor tijdens het editen. Echt heel chill. En ik ga denk ik nu even gewoon even douchen. Een beetje wakker worden. En dan ga ik denk ik nog een video even opnemen. Een ander onderwerp. Ik heb vandaag dus een foto gepost op social media. Tenminste op mijn Instagram. Met best wel een lange tekst eronder. En ja, ik wil het eigenlijk ook wel een beetje toelichten op mijn vlog natuurlijk. Want ik vlog dagelijks en dat wil ik ook hierin delen. Ik word over ongeveer 2 maanden word ik 30. Ja, ik schrik daar zelf ook heel erg van. Ik heb er eigenlijk de hele jaar er tegenop gekeken om zeg maar echt 30 te worden. En daardoor eigenlijk helemaal niet genoten van het feit dat ik nu 29 ben. Want ik heel zit te denken van shit, de 30 komt eraan. En ik denk dat het vooral zo is omdat er echt zoveel druk is van buitenaf, van mensen, die er eigenlijk helemaal niet toe doen, maar oké, van mensen, op een bepaalde leeftijd gewoon alles voor elkaar moet hebben, weet je wel. Je moet een diploma hebben, je moet getrouwd zijn, de ware liefde hebben gevonden, je moet kinderen hebben, je moet een carrière hebben, je moet succesvol zijn, je moet gewoon, weet je, je moet alles gewoon voor elkaar hebben. En dan word je 30 en dan denk je daarover na en dan denk je, shit, ik wou eigenlijk zoveel meer bereiken dan dit op mijn 30ste. En dan sta je er echt gewoon bij stil. En dan krijg je toch een soort van angstig gevoel. En ga je daar best wel over piekeren en zo. En heel erg veel over nadenken van shit. En ja, en dat heb ik best wel een lange periode gehad. Maar nu heb ik het eigenlijk helemaal losgelaten. En heb ik nu echt juist het gevoel van, ik kan eigenlijk niet meer wachten tot ik jarig ben. Gewoon echt 30 word. Dat ik echt gewoon een nieuw... Het is gewoon een nieuwe start eigenlijk voor mij. Het heeft me eigenlijk ook doen beseffen hoe trots ik eigenlijk op mezelf ben. Op wat ik wel heb bereikt. En hoe trots ik ben op mij en Nessim sowieso. Wat we allemaal samen hebben bereikt. Waar we vandaan komen. Wat we nu allemaal hebben. Hoe tof. Ja, hoe een tof leven wij hebben. Ik had dat 10 jaar geleden nooit gedacht. Dat ik bijvoorbeeld in Rotterdam zou wonen. Met Nessim. En dat wij gewoon zo'n leuk leven zouden leiden. Eigenlijk heeft het gewoon echt mijn ogen juist geopend. En ben ik nou juist echt heel erg happy met hoe ik in het leven sta en waar ik nu ben en met welke mensen. Dus ja, dat wil ik gewoon even toelichten. Ik hoop dat jullie er ook wat aan hebben. Voor alle vrouwen die nu kijken, misschien bijna 30 zijn of gewoon een soort van midlife crisis hebben. We hebben het allemaal, echt. Wij piekeren allemaal. We zijn allemaal wel eens negatief. We balen allemaal van ons leven een keer.
Maar wees vooral dankbaar en denk gewoon even na van wat je wel hebt. En ja, gewoon. Ik ben ook heel erg benieuwd wat vrouwen van 30 plus hierover denken. Of jullie dat ook hadden toen jullie dus 30 werden, et cetera. Let me know.